Zo, dit zijn dus de 7 prijzen die we gaan geven voor de Kenscancer onder de donateurs. Oké, er komt geen notaris bij, maar dat gaat altijd voorkomen eerlijk. Hier zijn alle loodjes. Kijk je niet naar. Nou, wat gaan we als eerste verloten? Het Dunlop-jack. Kijk dus niet. Pak een loodje. Even kijken. Roland Bongers. Roland, gefeliciteerd. Je hebt een Dunlop-jack gewonnen. Ja, Roland maakt veel kans, want die stort tot een hoog bedrag. En voor iedere 20 euro maak je 1 keer kans. Die er dus uit. En nu, de pet. Originele Red Bull KTM pet van Bo Bensnijder. Getekend door Bo. Heeft hij gedaan in Barcelona op het circuit. Dus originele Bo Bensnijder pet. Wil je niet kijken? Overdicht. Ik pak weer een loodje. Heb ik er één? Ja, ik heb er één. Samuel Isaac. Sam, gefeliciteerd met de Bo Bensnijder pet. Je krijgt hem binnenkort thuis gestuurd. Lieve Sam er ook uit. Dan een track days voor startersdag. Een uniek evenement op Lelystad. Beschikbaar gesteld door Track Days Vooral. Kijken. Eén loodje. Linda van Viegen. Dat is grappig. Die hebben we al vaker op een Track Days voor startersdag gehad. Linda. Gefeliciteerd, jij mag weer eens een keertje langskomen bij Track Days for Starters. Dan, ik laat er maar eentje zien, maar het zijn er natuurlijk twee. De originele lazer van John Hopkins, uit de tijd dat hij Suzuki reed in het blauw. Het origineel, met de dobbelsteentjes erop en getekend door de hopper. Maat 43, dus als je die maat hebt, dan kun je ze ook nog dragen op het circuit. Nog een keer Sam Isaac. Ja, dat ken ook makkelijk. Sam heeft een groot bedrag gedoneerd. En voor iedere 20 euro maak je weer kans op een prijs. Sam, gefeliciteerd. Ook de lazen gaan jouw kant op. Dan een cadeaubon van maar liefst 150 euro. Een cadeaubon van 150 euro. Beschikbaar gesteld door Hendry Daan van Motorsport Aalsmeer. Nou, gaan we hier het loodje van trekken. Kijken natuurlijk. We hebben er één. We hebben er één. Weer Roland Bongers. Ja, zoals ik al zei, het kan gebeuren. Roland heeft een groot bedrag gedoneerd. En iedere 20 euro maak je kans op een prijs. Roland, gefeliciteerd. Ik neem contact op met Hendry Daan. Dat jij de cadeaubon kan besteden bij Motorsport Aalsmeer. Dankjewel Ronald voor de donatie namens de zieke kinderen. Jij er ook uit. Dan nogmaals een prijs die beschikbaar gesteld is door Track Days Vooral. Maar dan een circuitdag op Assen. Die gaan we dan nu verloten. Bootje trekken, niet kijken. Op vrouwen. Willeke Klinkhamer. Willeke. Ik weet niet of je zelf motor rijdt, maar prijs kan je ook doorgeven aan een ander. Maar ja, je bent welkom om bij Track Days Vooral te komen circuit rijden op Assen. Nou, Willeke maakt ook veel kans, doneert altijd veel geld. Ik had natuurlijk liever die Rossi pet gewonnen, maar ja, daar maak je ook nog kans op, want die gaan we nog verloten. Sterker nog, die gaan we nu verloten. De allerlaatste prijs, dus, ja, sommige mensen vinden het de mooiste prijs, nee, ik noem het gewoon een gele pet. Maar het is wel een originele Valentino Rossi pet met de handtekening van de dokter. Is geen imitatie, dit is een echte officiële pet. En heb Wilco Zeelenberg voor me geregeld voor de stichting Kenscancer. En Wilco heeft hem ook al laten tekenen door Valentino. Dus die gaan we nu verloten, de laatste prijs. Oogjes dicht, goed schudden nog. Trek er nog een loodje uit. Eentje. Piet Hartog. Hartog van het Hartog Kenscancer team. Ja, familie Hartog doet heel veel voor de stichting. Maar dat is het leuke. Ze stort ook nog eens een keertje altijd een behoorlijk bedrag. Via mij. En ja, dan maak je ook de kans op een mooie pet. Misschien hadden ze liever een Kawasaki groene gehad. Maar familie Hartog, gefeliciteerd met de originele Valentino Rossi pet.